Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Katje van Gulik podcast. De podcast waarin ik jou als professional en leider help jouw leiderschap te vergroten. Met als resultaat vervulling, voldoening en verbinding in jouw werk en je leven. Ik zet je aan, ik laat je nadenken en ik wil je vooral laten voelen, want daar is de magic. In die verbinding met jezelf vind jij je antwoorden, inzichten en komt jouw creativiteit los. Kun jij je voorstellen wat er dan gebeurt? Nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Let's go! De meeste mensen die je op straat ziet lopen, die leven gewoon hun leven. Zijn niet bezig met dat het anders kan. Dat ze een andere lifestyle kunnen nemen of ze denken er wel over, maar ze ondernemen geen actie. Die andere 5%, dat zijn de mensen die de regie pakken. Weten dat ze zelf hun beslissingen maken. Weten dat ze zelf kunnen veranderen als ze er niet blij mee zijn. Maar de meeste mensen niet. Ik vind dat zo zonde. Dit is wat ik ooit heb horen zeggen bij Tony Robbins. En ik schrok daarvan, dat besef van, jeetje, de meeste mensen op straat zijn niet zo bezig. Die zijn gewoon lekker aan het leven. Weet je, prima. Heel mooi. Weet je, als je maar gelukkig bent. Maar het feit dat je kan bedenken dat je het anders kunt doen en dat je er actie op kunt ondernemen en dat mensen dat gewoon niet doen. Hè? Of sommige mensen beseffen het en raken gefrustreerd. En het is ook logisch. Er zijn natuurlijk ook bepaalde omstandigheden nodig. Maar hoe zou het nou zijn als je weet wat je kunt doen om daar toch anders mee om te gaan en daar toch actie op te ondernemen? En ja, dit bruggetje is eigenlijk naar coaching uiteraard. En dit is het model van de Six Human Needs die dit kan verklaren. En ik gun jou dit om dit even te luisteren en te horen van waar zit ik dan in mijn ontwikkeling, in mijn motivatie, in wat mijn innerlijke behoeftes zijn. En dit is een model, de Six Human Needs, die Tony Robbins na tigduizenden mensen te hebben gecoacht, wat zo uit zijn handen vloog toen het een keer mis met hem ging. Hij was gewoon failliet. En hij was met partners en hij zat echt aan de grond, onder de grond. En hij moest iets doen om hieruit te komen. En hij is toen, geloof ik, naar Fiji gegaan. En daar is zijn wereldberoemde seminar ontstaan. Dat heet Dates with Destiny. Ik ben er nog nooit geweest, maar ja, als je het echt allemaal even niet meer weet, als je het heft in eigen handen wil nemen, dan schijnt dit echt wel een waanzinnig, fantastisch seminar te zijn om over alles na te denken, je leven en hoe je dat op alle vlakken zou kunnen inrichten. En de Six Human Needs, dat is een soort drijfverenmodel. Wat motiveert jou? En ik ben benieuwd in welke fase jij bent. En de Six Human Needs, jouw basisbehoefte begint bij de eerste twee. De mate van zekerheid die jij wil hebben en de mate van onzekerheid die jij wil hebben. En wat houdt dat in? De mate van zekerheid is dat jij heel graag misschien wel een bepaalde routine in je leven wil. Dat je een bepaald inkomen wilt. Om je dan zeker te voelen. Dus wat heb jij nodig in je leven om je zeker te voelen? Is dat een volle koelkast? Of juist niet? Of is dat gewoon een tent en waarmee je de wereld in kan? Een camper waarmee je kan rondreizen? Is dat jouw primaire zekerheid wat je nodig hebt? Dat is jouw veiligheid. Hè? Je kan denken aan die primaire behoeftes van de Maslow-piramide. Die primaire behoeftes, dat is jouw mate van zekerheid die jij nodig hebt. Maar als jij zekerheid hebt, te veel zekerheid hebt,
hè, en dat verschilt voor iedereen, dan kan jouw leven saai worden. Als je elke dag die routine hebt, elke dag diezelfde baan, dag in dag uit doet. In hoeverre heb jij die zekerheid dus nodig? Maar als er te veel zekerheid is, wat gebeurt er dan bij jou? Nou, dan kom je bij de volgende behoefte. En dat is de mate van onzekerheid die jij in je leven wilt hebben. Het wordt ook wel variety genoemd, hè? De variatie. De behoefte aan variatie. En onzekerheid is, dat kun je op allerlei manieren vinden. Ik moet even bedenken, de onzekerheid, de variatie die jij nodig hebt in je leven. En ja, bedenk eens voor jezelf wat jij nodig hebt voor variatie om gelukkig te zijn. He, is dat af en toe naar een spa gaan of juist een pretpark op te zoeken? Of is dat bij jou skydiven of parachutespringen? Of vind je het leuk om nieuwe dingen te leren, zoals een nieuwe hobby, een nieuwe sport uit te proberen? Of een bepaalde spontane uitjes met iemand of met een groep mensen? Of reizen. Reizen vind ik ook een mooi voorbeeld van mate van variatie. Ik heb een hele periode gehad dat ik graag met de rugzak op reis ging. En dan gewoon maar kijken waar we naartoe gaan. Een land in oogenschouw hebben. De Lonely Planet mee. Die vind ik trouwens ook niet meer zo goed. Maar toen leefde ik dan met de Lonely Planet. En dan om de 3 dagen weer een nieuwe plek bezoeken. Totdat ik op een gegeven moment kinderen kreeg. En meer zekerheid, routine erin wilde hebben. Om vakantie te voelen in ieder geval. Dus hoeveel zekerheid heb je nodig? En wat is jouw behoefte aan variatie in je leven? En dat kan natuurlijk ook te maken hebben met je inkomen. Ik heb een vrij hoge mate van variatie in mijn inkomen. Vooral dit jaar. Dat vind ik, als het niet lekker, als het te weinig is. Als het me te weinig zekerheid geeft, vind ik dat niet meer leuk. Die mate van onzekerheid. Maar als het gewoon weer lekker loopt, en dat loopt nu gelukkig, dan mag er weer meer onzekerheid inkomen in mijn inkomen. Want dan voel ik me gewoon kalm, rustig, veilig en werkt alles weer. Dus je hebt dus de eerste 2 behoeftes hebben we nu gehad. En de tweede volgende behoeftes zijn love en connectie. En waar zit dat hem voor jou in? En die verbinding, die is anders. Zit ik even te kijken, want ik heb hem niet lekker. Ondertussen komt er nog een ander berichtje voorbij. Maar het gaat, nee, ik zeg het niet lekker. De volgende behoefte is betekenis. En de vierde is dan die verbinding en liefde. Dat is hem. En ja, hoe werkt dat dan? De mate van betekenis. Wat is dat nou voor verschil met liefde? Bedenk eens voor jezelf. Die liefde en connectie. Iedereen heeft die connectie en die liefde nodig. We zijn mens. Je hebt iets nodig. Soms denken we van, joh, dat kan ik zelf wel, dat doe ik alleen wel. Maar dat is helemaal niet waar. We willen allemaal een bepaalde liefde voelen om te geven en om te ontvangen. En dat begint al bij de start van je leven. Baby's en kinderen die hebben dat nodig. Als je geen aanraking krijgt, dan is het echt, uit onderzoek blijkt, dat je gewoon letterlijk kan sterven. Dat hebben ze ooit onderzocht in een heel vreed is dit. Maar dit is ooit onderzocht in een Roemeens kinderziekenhuis of een kinderpleeghuis. Die kinderen kregen alleen maar eten, werden niet aangeraakt, niks. En die overleefden niet. Dus we hebben echt die liefde en aanraking al vanaf baby af aan nodig. En zodra we ouder worden, dan gaan we dat uitbreiden met het concept romantische liefde, misschien wel trouwen. Dat je echt aan één persoon kan gaan wijden.
In sommige culturen bestaat die romantische liefde niet eens. Dan gaat het om de liefde en connectie via jouw stam, via jouw familie. En in sommige culturen is bijvoorbeeld een trouwerij, die liefde en connectie, wordt dat gearrangeerd voor jou, wordt dat geregeld voor jou. Maar goed, wat je cultuur ook is, liefde en connectie, verbinding, zijn universeel. Maar het is ook echt een sleutel tot jouw gezonde emotionele welzijn. Liefde en connectie. Nou, dat kan op hele positieve manieren kun je dat krijgen. En soms ook doen mensen dat op een hele negatieve manier. Maar dat kan met woorden zijn. Het kan met aanraking zijn. Het kan met cadeautjes geven zijn. En een leuk boek, dat komt nu bij me binnen. Er zijn 5 vormen van liefde, 5 talen van liefde. Daar is een boek van om liefde te krijgen. En dan zo zie je maar dat iedereen zijn eigen manier van liefde geeft. Nou, mijn man en ik hebben gelukkig allebei heel veel aanrakingen, knuffelen als taal van liefde. En voor de een is dat gewoon cadeautjes geven. Bijvoorbeeld is het iemand die in de taal van cadeautjes op die manier de liefde en connectie voor je laat blijken. Maar iedereen heeft dus een bepaalde vorm van liefde en connectie in zijn leven nodig. En een negatieve uiting zijn daarvan is dat iemand jou gaat domineren en controleren. Om op die manier de liefde en connectie te ontvangen. Of juist heel erg hulpeloos zijn om op die manier de liefde en connectie te voelen van iemand. He, dat zijn wat onhandige, ongezonde vormen van liefde en connectie. Nou, en dan hebben we de 4e basisbehoefte van mensen. En dat is de betekenis. He, want wie wil nou niet zich speciaal voelen, betekenis voelen? Of wil je voelen dat je ergens bij hoort? He, ook coaches hebben dat misschien. Hè? Dus daarom is het ook heel goed om jezelf als coach goed te kennen. Van joh, wat haal ik nou eigenlijk uit mijn werk? Doe ik dit om betekenisvol te zijn? Of is het gewoon voor mezelf dat ik iets betekent? Want het gaat om die ander. Dus ook deze behoefte begon toen wij net geboren waren, babytjes waren. En we wilden graag het meest belangrijke zijn in de levens van onze ouders. En daar heb je ook alle recht op, dat is je geboorterecht. Heel mooi. Hè? Kinderen zullen zelfs vechten om zich speciaal te voelen. Dat kan. Dat is dan een negatieve uiting daarvan. Maar dat, zover kan het gaan als kind zijnde. Die denken dat niet, die voelen dat. Het zit in ons systeem. Dat je nummer 1 ergens wil zijn. En humor kan ook bijvoorbeeld een positieve manier zijn om betekenisvol te zijn. En als je een gebrek aan gevoelens van betekenisvolheid hebt, dan kan dat echt iets met je zelfvertrouwen doen. Omdat je je misschien gaat vergelijken met iemand anders. En we voelen ons verbonden, hè, betekenisvol, op een dieper niveau. Als we echt beseffen dat we echt om iemand geven en iemand geeft echt om ons. Of je voelt je verbonden of betekenisvol omdat je iets gemeen hebt met iemand. Hè, iemand op je werk, dat je gewoon een gezamenlijke belangstelling hebt voor een bepaald genre films of zo. Maar ook om iemand te helpen kan heel betekenisvol voelen. En dat kan op een hele positieve manier. Met coaching bijvoorbeeld kun je iets voor iemand betekenen. En positieve uitingen zijn is dat je dus iets voor anderen gaat betekenen in je werk. Of voor je familie gaat zorgen. Of een carrière kiest die bij betekenisvolheid van jou past. Er zijn allerlei soorten uitingen van betekenisvol zijn. En dat negatieve uitingen, maar ik kijk graag even naar het positieve. Nou, deze 4, dit zijn de basisbehoeften van de mens.
En dit is wat de meeste mensen gelukkig maakt. Dit is wat iedereen wel gelukkig maakt. Dus dat je een bepaalde mate van zekerheid hebt. Een bepaalde mate van onzekerheid of variatie in je leven hebt. Een bepaalde mate van liefde en verbinding hebt in je leven. En een bepaalde mate van betekenisvolheid kan hebben in je leven. Hè, dat kan door je werk zijn, maar ook door ouder te zijn. Of door een goede... door voor je eigen ouders goed te kunnen zorgen. Je kan het ook in een huisdier zoeken, dat je iets gaat betekenen voor je huisdier. De meeste mensen vinden dit fijn. Dit is wat gewoon de basisgeluks onderdelen zijn van iemands leven. Als hij deze innerlijke behoeftes leeft. Maar er is een groep mensen die meer wil hiermee. Die verder wil gaan. En dan kunnen we het rijtje van de six human needs afmaken. En ik ben heel benieuwd waar jij zit. Want de zesde of de vijfde menselijke behoefte is groei. Persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke groei. Of je groeit of je gaat dood, zeg ik altijd gekscherend. Maar dat is vanuit mijn behoefte van persoonlijke groei. Denk aan de natuur. Alles groeit. En als het niet groeit, dan ga je dood. En ja, sommige mensen die zoeken dat intellectueel, die zoeken het spiritueel, die zoeken het fysiek of emotioneel, willen ze een groei doormaken. Niet iedereen heeft dat. En dat is ook helemaal oké. Maar het hier gaat echt even om het stukje wat jouw waarden zijn en in hoeverre jij je daarin wil groeien. He, dus kijk, waar wil jij in oefenen? Wat lees je graag? Waar zit jouw persoonlijke ontwikkeling om een nog een beter persoon te worden? Waar zit jouw groei om een hobby te leren? En dit is wat jij misschien wel voelt, van dat jij wil groeien. En dat je voelt van, ik sta stil, dat gevoel. Ja, en met coaching... Ja, dat is dan mijn manier geweest. Maar zou coaching van anderen iets voor jou kunnen zijn? Want een persoonlijke bijvangst van een coachingsopleiding is dat jij zelf gaat ontwikkelen om dan anderen verder te kunnen laten groeien en bloeien als leidinggevende. Dat je meer achterover wil zitten en anderen wil helpen te laten groeien en bloeien. Hè, dus... Hoe ervaar jij nu groei in je leven? Waar zou jij willen groeien? Waar zou jij je lekker op willen focussen? Wat zou jij in je vrije tijd willen lezen of willen leren? En dan komen we bij de zesde menselijke behoefte. En dan leef je deze alle vijf. En als je ze dan hebt, ja, dan wil je iets gaan betekenen. Dan gaat het niet meer over jouzelf. Dan kijk je verder dan jezelf. Je kijkt verder dan je eigen behoeften. Je geeft aan anderen zonder dat je er iets voor terug wil, bij wijze van. Ja. Het is echt een bijdrage doen aan de mensheid, aan zingeving of aan een movement. Hè, het is een manier om iets achter te laten. Jouw legacy op je sterfbed. Wat wil jij achterlaten? Wat is jouw mark on the world, om het zo maar te zeggen? Waar wil jij het verschil maken in je leven? Daar gaat deze zesde menselijke behoefte over. Wat is wat jij hebt te doen en wat je achter wil laten? Wat wil jij dat er gezegd wordt op jouw speech als je 80 jaar wordt? Dat mensen allemaal speeches over jou gaan geven, wat jij dan hebt betekent. Nou, die contributie, die behoefte om te geven aan anderen, dat verder gaat dan jezelf, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dat kan, weet je, kijk naar je talenten, naar je vaardigheden, waar je interesses liggen en waar je verlangen ligt. Daar, als je daar iets zou willen betekenen. Nou, dit noemen ze ook wel de king of the queen of the six human needs, want het reguleert anderen. Of de keizerin of de keizer. Dat is nog mooier. Als je hierop focust in je leven, dan krijg je die verbinding met anderen. En ook liefde waarschijnlijk. Omdat je ze helpt.
Je hebt variatie omdat je iets anders doet dan je alledaagse leven, wat je ooit in je alledaagse leven hebt gedaan. Je krijgt betekenis en die wordt helemaal vervuld omdat je anderen helpt groeien. Je verbetert levens, je maakt echt het verschil. En je hebt zekerheid omdat je in staat bent om iets te betekenen voor anderen. En groei gebeurt, hè, dat is die vijfde human need, vijfde menselijke behoefte. De groei gebeurt omdat elke keer als jij iets betekent voor een ander, groei jij zelf ook. Dan groei jij spiritueel, dan groei jij mentaal, dan groei je emotioneel, fysiologisch. Het is zo mooi. Dit is eigenlijk wat jij kan leven als jij coach zou kunnen zijn, of als jij anderen leiding gaat geven op die coaching de manier. Dit wilde ik echt even met je delen, want ik ben heel benieuwd waar jij zit. Hè? Hopelijk lig jij nu lekker op een strand, lig je bij het zwembad, of ben je aan het lopen in de natuur en hoor je dit en ga je nu nadenken waar jij nu in je leven bent. Wil jij de gemiddelde, de Nederlander zijn die hier op straat loopt en gewoon tevreden is met zijn leven? Fantastisch, dat hoop ik echt, want we hebben het nodig. Of heb je dat al, maar wil jij verder? Voel jij van dat je stilstaat in je leven? Wil jij groeien? En wil jij voorbij jezelf gaan en echt iets voor anderen gaan te betekenen, zodat jij het verschil kan maken? Nou, ik ben heel benieuwd. Ga er lekker over nadenken, ga het voelen, ga er naar verlangen. En ik zou dat ontzettend leuk vinden om te weten. En ja, misschien zit dat voor jou in coaching, in de coachingopleiding die ik ga geven, de Coaching Mastery. Wil je daar meer over weten, dan kun je dus onder bij deze podcast kun je opgeven in die link. En dan ben je als eerste die van de details hoort. Maar voor zover ga ik het hierbij laten en ga ik jou een hele fijne dag wensen. Yes? Oké, dat was hem weer. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een prachtige dag, middag of avond toe. En vond je het interessant en vind je het de moeite waard om dit verhaal te delen? Dat zou geweldig zijn, want hoe meer mensen ik kan helpen, hoe beter. En sowieso vind ik het leuk ook om contact met jou te hebben. Dus heb jij een vraag of weet jij een onderwerp voor een podcast? Laat het me weten, want dan kan ik jou nog beter helpen. En als je nog iets extra's wilt doen, ga dan naar iTunes, zoek daar de podcast Katje van Gulik op, scroll naar beneden en laat daar een review achter, want dan word ik nog beter gevonden. En dan kan ik nog meer mensen bereiken en kan ik nog meer mensen helpen. Ontzettend bedankt alvast en tot de volgende keer!